Goedendag, mijn naam is Mark, productspecialist studio bij Bax Music. Wat ik vandaag voor jullie heb meegenomen is de Genelec 8020 D. Denk je denkt van ja, 8020 D, leuk. 8020, dat is geen nieuw product. Nee, de 8020 van Genelec is niet nieuw. De D is wel nieuw. Uiterlijk, um... Ja, valt er heel weinig aan op te merken van: hé, hey, dit is nieuw. En dat klopt ook. Genlek heeft toch een, een, een specifiek design. Wat overigens bewust gekozen is. Dat, en ook materiaalkeuze waar de monitoren van gemaakt zijn. Ja, daar, is, daar is uiteraard allemaal over nagedacht. En uh, dat geldt ook voor deze kleine grote jongen. klein monitortje. Uh, 2 keer 50 watt. Vier in spiekertje. Uh, Twittertje uh, diameter is, is drie en een kwart, dus uh, geen grote studiomonitor en hij heet studiomonitor. Hij wordt niet zo heel veel gebruikt bij uh, muziekproductiestudio's. Daar heeft hij vaak net te weinig kracht voor, maar in video studio's daar zijn deze enorm populair en uh, ik wil daar uh, uh, jongens ook voor waarschuwen, want ondanks dat dit niet goedkope monitors zijn, maar je zit uh, uh, wel in een wat hogere klasse. Um, mocht je voor je studio, voor je danceproducties en dergelijke uh, een, uh, een Genelec willen, ja, dan is die 80-20 geen goede keus. Dan kan je beter naar de 30 of naar de 40 kijken. Die zijn uiteraard een stuk duurder, maar daar heb je ook veel meer aan. Zeker als je wat uh, je mixen op hoog vermogen of uh, op hoog volume wil laten horen. Um, dit is eigenlijk een AV uh, een monitor. Maar nogmaals, je kan hierop mixen. En het geluid dat hier uitkomt is echt verbluffend. Zeker uh, gezien zijn afmetingen. Um, maar nogmaals, hij is gewoon heel populairder in de videowereld dan in de grote studiowereld. Maar hij is uiteraard daarvoor geschikt. Nou, wat is nou eigenlijk nieuw? Een um, aantal hele technische dingen. Uh, um, wat voor de gemiddelde consument niet zo interessant is. Wat wel interessant is. Is dat die 4 decibel SPL meer heeft dan zijn voorganger. Uh, SPL, dat wil zeggen dat is de geluidsdruk gemeten uh, bij 1 watt op 1 meter en ook de gevoeligheid wordt daarin gemeten. En ja, een beetje hoe hoger die SPL is, hoe betere geluidsdruk uh, uh, hij heeft en hij kan verwerken, waardoor die gewoon wat lekker rechtlijniger, wat meer lineairder klinkt, waardoor die monitor gewoon veel beter van kwaliteit is. Nou, dat alles uh, in combinatie met, uh, met de versterker die erin zit. Want uiteraard, of uiteraard het is een actieve monitor. En dat is tegenwoordig bijna altijd wel. Um, heb je gewoon uh, vanwege zijn voorganger, vanwege die, uh, die, die iets meer SPL en 4 decibel, lijkt niet veel. Maar geloof me, in de audiowereld, well, dat is best redelijk te noemen. Um, heb je, uh, heb je gewoon een betere monitor. Ook gaat hij iets beter om met de stroomvoorziening. Uh, Wordt ook niet zo heel erg warm. En verbruiken niet zoveel stroom als zijn voorganger. Ook heeft deze, uiteraard, wat Genelec heeft, zijn mooie voeten. Dat is, die zijn wel rubber. Dus die geven al wat, 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 wat uh, uh, isolatie, uh, isolatie uh, voor je laag. En je kan ze dus uh, ja, een beetje onder een hoek zetten. Zodat je 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 spot ook wat beter kan richten. He, bijvoorbeeld mochten ze wat hoger staan, he, mocht dit niet op oorhoogte staan, dan kan je ze wat tilten. En uh, ja, Genlec heeft daar al van zichzelf voorzien. Dus je hebt in principe hier ook geen uh, mopeds of dergelijke voor nodig. Want uh, die zitten er al op. Nou, als we de achterkant bekijken, uh, nou, eigenlijk heel erg weinig. De aansluitingen die zitten hier. Uh, alleen maar XLR, gebalanceerd uiteraard. En de stroomvoorziening, dit is hier aan en uitknop, um, dat is ook niet echt een knop die je indrukt, maar een schakelaartje, um, ze gaan ook uit op het moment uh, na verloop van tijd dat er geen audio is en schakelen weer in op het moment dat er audio is, ja, dat levert ook wat besparing op. En je hebt hier nog wat uh, microswitches om hem ook aan te passen aan je ruimte voor als je wat minder bas wil, meer bas wil, wat, wat, wat minder laag wil. En als je merkt van hé hey, mijn ruimte daar, daar, daar. Ja, dat klinkt niet zo goed, dan zou je ze hiermee kunnen aanpassen. Op de site van Genelec staan daar een aantal voorbeelden voor hoe je ze kan aanpassen in de ruimte, en uh, daar zijn die switches voor. Ook in Genelec bedacht van dat ze misschien aan statieven of zo dergelijke schroef kan worden, en daar zijn deze schroefjes voor. Je kan daar beugels voor krijgen en zo kan je ze aan statieven schroeven. Aan de muur kan je ze schroeven uh, als je de videowagen of dergelijke hebt. Uh, of, of een klein busje waar je, waar je mixen maakt of wat dan ook voor uh, live en dergelijke. Dan zijn hier burgers voor zodat je aan de wand kan hangen. En um, paspoort achteraf. Daarvoor heb je wel. Uh, hij mag niet al te ver van de muur afstaan. En ook niet te dichtbij. Uh, daardoor krijg je, als je hem wat verder zet, heb je wat minder laag. En ook de, 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 de hoek van uh, wat, die uitgangen en dergelijke. Ja, daar wordt allemaal over nagedacht uh, door, door Genelec. En dat maakt uh, zo'n monitor niet alleen. Goed, maar ook wat duurder. Dus je zit wel um, ja, in de wat high-end uh, kant uh, van studiomonitoren. De nieuwe Genelec 8020D. Nou, voor de kenners van Genelec, die weten, en, en voor degenen die niet weten, ga ik het nou vertellen. Uh, het zijn hele muzikale speakers. Ze zijn uiteraard geschikt voor, 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 iedere, uh, voor iedere muziekstijl. Um, de jongens in de hardcore zijn er heel veel fan van. Die kopen uiteraard wel de wat grotere, daar komen we wel iets meer uh, bas uit. Um, maar ook voor popmuziek, ze klinken heel muzikaal. En ook voor instrumentale synthesizermuziek, bijvoorbeeld, is Genelec -like echt een hele goede keuze. En dit zijn monitoren die je eigenlijk een beetje voor live koopt. Dit, uh, 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 dit gaat heel lang mee, je bent, uh, 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 je bent zo gewend aan het geluid. Dat duurt niet heel erg lang. Je kan ook best wel redelijk lang op mixen. Het verveelt niet echt aan je oor. Dus um, ja, topkwaliteit uit Finland. monitoren vind ik het altijd moeilijk. Dat zijn jullie wel gewend om uh, uh, ook wat nadelen en voordelen te noemen. Um, qua geluid kan ik er weinig over zeggen, want dat is echt persoonlijk. Dus wil je ze aanschaffen, neem de moeite. Kom even naar een van onze winkels. Uh, Laat ze daar demo klaarzetten. Of misschien staan ze al demo klaar. Dat kun je op de website zien. En kom eens even beluisteren. Neem even een waf mee. Van wat eigen producties of van muziek die je heel goed kent. En ga wat vergelijken. En dan zul je horen dat dit een heel klein beestje is. Met enorme prestaties. En frequentierespons van, van 65 hertz tot, tot uh, uh, ruim uh, 20 uh, kilohertz. En uh, uh, ja, dat is voor zo'n kleine jongen. Uitzonderlijk goed. Galaxy 20D. Top monitor. Zeker in zijn prijsklasse. Wil je nou meer weten over dit product? Kun je hieronder klikken en dan kom je op de productpagina uit. Vind je onze reviews nog gaaf? Abonneer je gewoon op ons YouTube kanaal. Ik zou zeggen tot de volgende keer.